trading card game. There you go. Hey, enjoy the lurk, Volbert. Leuk dat je erbij bent, Nivo. Welke gaan we beginnen? We gaan met deze beginnen. Want dit is Electro. Electro. Ding, bla. Ik heb echt te veel wat ik wil doen, jongens. Dit gaat echt een probleem worden. Oké, dus we hebben de munt. Die zit hier nog in. Sick. Ik moet echt even mijn streamlabs bij me. Yes. Sick munt. Dan hebben we... Deze mag even aan de kant. Codeertje. Oeh. Holo Tyranitar. Puppitar en Alarvik. Ja. Wat voor packs zijn dat? Deze. Ik weet het ook niet. Het zijn Sword and Shield. Vivid Voltage. Hey Finn, welkom terug. Eindelijk klaar met die opdracht. Lekker bezig. Komen van de Intertoys vandaan, precies. Battlestyle! Lekker, Battlestyle. Dat zijn goeie. Nice. Zoek naar je Junkie Pikachu. Oké, okay, 4. There you go. Ik zou hem echt moeten inzoomen, die cam. Maar goed. Energy. Kort in de focus. Prickly. Hogcrush. Die hadden we volgens mij al, maar dat weet ik niet zeker. Scatterbug. Jumper. Oh, die is leuk. Lickitung. Lekker, lekker. Zubat, die hebben we sowieso. Want daar was ik zo benieuwd naar omdat hij gebreid slash gehaakt was. Remoraid en... Oeh, Reverse Holo, lekker. Mawile en... Oeh, Holo Bron... Zo, Bronzong. Sick. Sick. Dus hebben we er best twee. Ik moet even mijn sleeves pakken, wacht. Ah, mijn kroon. Ik was even vergeten dat ik een kroon op had. Ik ga hem zo rollen hoor, maar wie gaat hem winnen, jongens? Eerst hebben we mijn kaartjes sleeven. Zo. Dus even, ik zal even kijken wie er allemaal gejoined zijn voor de giveaway. Even kijken, de Spam, Leo en Finn doen mee. Jullie hebben wel lekker veel kans zo. Als er niet veel mensen joinen. Zo. Oh, en we moeten natuurlijk deze ook nog even sleeven. In ieder geval deze, want deze is ook holo. Zo. Ik ben hier ondertussen even een vuilnisbal giveaway. Yes, giveawaytje. Ja, ik heb een aantal kleine giveaways en dan één grote van Renegader. En nu ging deze eruit. Oh. Ik kan wel weten wat deze kan laten zien. Game over pin. Ik heb wat kleine dingetjes gekocht om toch wat leuke dingen te kunnen weggeven vandaag. Dus, zo. Maar we gaan eerst nog even dat andere packie openen. Dus ja, er gaan in ieder geval allemaal kleine giveaways uit vandaag. Dus dat is wel leuk. Ik wil toch een keer... Ik wou toch een keer gewoon graag wat teruggeven aan de community. Voor alle support en... En hé, hey, wie jaren gestrakteerd, toch? Oké.
ben even alles op de grond aan het gooien. Oh, deze is vet. Hier. Shiny. Fucking dik. Oké, dan hebben we natuurlijk een mooi. Ja, maar Luxray, jongens. Die is wel sick. Luxray. Gelijk even sleeven. Ik heb mooie gekleurde sleeves. Want ik wou sleeves kopen. Dus ik dacht, dan ga ik gelijk mooie kopen. Zo. En we hebben straks ook nog deze jongens om te openen. Maar die komen later. Deze. En deze. Dus we openen deze nog even en dan gaan we kijken wie hij claimt dan. Yes, komt goed. De enige die al geclaimd is, is de Swana. Mocht ik een Swana krijgen, dan is die voor Pel. Uh-oh. De Cario promo? Yes. Oké. Okay. We hebben een energy. Hitmon top. Swelbat, die heb ik sowieso nog niet. Macargo. Pineken. Mudbray, lekker. Die vind ik gewoon leuk. Elke Farfetch is voorbij. Charmander, lekker. Chatot. Oeh. Oh, die is leuk. Dialga. Reverse Holo. En. Helaas. Jammer. Maar die is wel leuk. Die is wel sick. Maar ja, ik wou dus twee tins kopen. En ja, je kon kiezen tussen de... Hoe heet het? De Lucario Mew en Slowking. En toen ben ik natuurlijk voor Lucario en Mew gegaan, want die vond ik vet. Nou, dit zijn in ieder geval de Pokémon kaarten voor nu, jongens. Dus de belangrijke dingen die we eruit hebben gekeken. Luxray natuurlijk, Dialga, Tyranitar, Bronzong, die vind ik wel echt heel sick. En Mawile. Volgens mij was dat helemaal niet goed in beeld, maar oké. Okay. Maar jongens, nu wordt de vraag, dus ik ga er zo even een bolletje uitgooien. Gaan we eerst de Mew openen? Of gaan we eerst Lucario openen? Lucario. Ik wist dat Joyce dat ging zeggen. Je legt letterlijk gewoon mijn nummer 1 en 2 Pokémon naast elkaar neer. Lekker ADD over hebben. Ja, toch? Ja, dat is echt insane. Twee beste Pokémon's ooit naast elkaar. We gaan ze allebei openen, maar... Ja, maar kijk, je komt tussen drie... Ze hadden er drie. Lucario, Mew en Slowking. Ja, denk je, ik ga Slowking nemen, okay, hallo? Zou je? Lucario of Mew. Wat zijn nou echt grappige games nog? Naast Among Us en zo. Wat voor spellen vind je leuk? Gewoon zelf. Ik heb de Slowbro gekocht. Nice. Ja, maar Slowbro is op zich ook wel leuk, maar... Ja! Gangbis is sowieso een goeie. Ik denk dat ik nu Knockout City ga doen. Knockout City is tot en met vandaag gratis te spelen. Dan sta je dat je zelf weer mute. Dat weet je volgens mij. Wel? Nee, maar dat maakt niet uit. Ah. Komt omdat ik Pol aan het typen was. En nu zit mijn mute knopje op de P. Och, ik voel me verraden door de mute stellen. Want? Ga het nu als eerst? Ja, maar kijk, weet je? Aan de ene kant is het wel. Lucario is ook wel weer een mooie afsluiter. Weet je? Misschien zit daar wel epic shit in. Ja, maar Lucario is geen legendarische Pokémon. Dat is waar. En Mew wel. Dus dan sluit je legendarisch af, snap je? Dat is gewoon de beredenering waar je moet bedenken. Die wilde je ook nog gaan spelen, ja, maar waarschijnlijk wordt dat hem niet meer. Ik denk dat Lucario gaat vinden dan. Ja,
Ik ga ze in ieder geval allebei even ontplasticen. Dat vind ik op zich wel een goed plan. Ontplasticen nog wel. Ja, dat is Echt. Ik ga uitpakken. Ja, precies. Ik ga even gevaarlijk doen met een mesje en naar mezelf toe snijden, want dat is slim. Oh. Als Christa naar het ziekenhuis moet. Dan weet je waarom. Het is van, ja, waarom ben je in het ziekenhuis? Ja, ik ging Pokémon Tins openen en ik sneed naar mezelf toe. Ziekenhuis stream. Ja, ziekenhuis IRL stream, dat is wel gaaf. In de operatiekamer, let's we willen go. Wel echt... Ja, maar ja, moet ik eerst zo'n rugzak hebben, joh. Om dat überhaupt te kunnen. Al kan je tegenwoordig ook filmen met je telefoon. Als er nog even één iemand op de onderste stand, dan is het goed. Oh, oh nee, we gaan het niet weer gelijk krijgen, jongens. Kom op. Nee. Oh, dat is zo niet fijn. Ik heb mijn muteknop op mijn muis. Oh. Nu ben ik letterlijk aan het saltoen met mijn muteknop. Oh, handig. Trouwens, laat ik ook even de game veranderen. In Pokémon. Ja, het is niet echt een game. Ja, maar jij hebt Pokémon Trading Card Game, dus... Ja, maar dan gaan ze ervan uit dat je de game zelf speelt. Nee, want er is Pokémon Trading Card Game en er is Pokémon Trading Card Game online. Wat? Ja. Je hebt ook een online versie. Bij die tins krijg je dus ook codes en die kan je dus online doen. We hebben een winnaar. Wat, winnaar? Oh, lekker. Nou, dat had ik nou niet verwacht. Nee, je moet een zaagpool doen en gewoon de andere openen nu. You all got your baited, ik ga toch de mute doen. Hé, hey, zodat je baited, pak je een derde tevoorschijn. Aha, ik heb pak je de slowbo, ja. Hoppa. We beginnen natuurlijk met de sikke Lucario guard. Oh, hij is wel sick. Die moeten wel even instant sleeven natuurlijk. Je krijgt je toch instant een Pokésum van. Zo. Oké, dat ging fout. Ik probeerde heel casual te yeeten, maar dat ging niet goed. Hij kwam terug tegen mijn rug aan. Je weet het dan, toch? Ja. Doe maar niet, er is niemand met een auto met een rijbewijs. Good point. Oké, we hebben dus twee. We hebben een breakpoint, soort een shield. En twee vivid voltage. Dus we beginnen met de vivid voltage, want dat zijn degenen waar er twee van zijn. Is dat een goede redenering? Is dat een goede redenering, hoor? Altijd Pikachu als eerste. Ja, op zich is dat ook wel weer Pikachu als laatste. Dat is ook wel weer waar. Nou, welkom bij de Christa struggled met kaarten openen. Segment van deze stream. Hopelijk niet jullie er. Hey, hij is groen. Dat betekent als het goed is dat er iets goed in zit. Vier kaarten naar beneden. Zo. Oké, we beginnen natuurlijk met een hele sick energy. Dat is echt waar je het voor doet. Excadrill. B. Girafari. Milceri. Booper, yes. Ninceda. Whismur. Drillbur. Reverse holo to cannon. Nice. Kanon. En... Nee, normale Benette. Jammer. Maar wel reverse holo, dus dat is sick. Wat gaan we doen, jongens? Gaan we Pikachu als laatste of gaan we Pikachu als... Nee, gewoon wel aan de regen als je eerst zegt ik wil die pack. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, ik vind het leuker om de dubbele die als eerste te openen. Deze muziek is luider dan die andere, dus ik kan hem ietsje op lager. Zo.
Of deze zijn allemaal groen, dat zou kunnen. Nou, een Fire Energy. Laudret. Een Stadium. Zap Striker. Trubish. Chupet. Weedle. Van. Weer een Drilbur. Clefairy. Oeh! Holo. Zo. Hoe spreek ik dat uit? Zacian, denk ik. Laat het zien. Zacian. Ja. En. Nice. Ah. Beedrill. Die is wel sick. Hij is ook gewoon fucking rainbow. Oh. Ik heb drie. Ik ben mijn sleeves aan het behandelen als een USB-stick. Ik heb hem 3 keer omgedraaid en de 3e keer was het pas goed. Ik ken het. Dat is zo dom eigenlijk aan een. Altijd. Prima aan een scheepsrecht. Ik wil Greninja als laatste openen. Ik vind Greninja gewoon leuk. Ah, ik had het. Zo. Oké, Energy, of course. Pokémon Center Lady. Sick. Seeking. Hitmonchan. Globopus. Ghastly. Rookidee. Sislipede. Snom! Reverse holo hoed! Hoed. Not. En helaas. Een normale roze raden. Ik ga sowieso de naam even volledig verboetjeren, maar nog niet. Hoed. Bijna noet. Voorlopig hebben we uit elk pakje maar één fancy gehad. Oh, dit pakje gaat heel goed open. Alles lopen. Ja, joh. Aan de ene kant moet je gewoon bewaren en dan zijn ze later die verpakkingen. Want die verpakking, letterlijk een verpakking van die oude, echt oude Pokémon kaarten, die zijn echt moker veel waard. Zebstrika, die hebben we al. Nuzleaf. Een Puzzle of Time. Die heb ik nog nooit gezien, maar goed. Noro en Matisse. Spritsen, letterlijk de evaluatie. Oké. Tempel. Clefairy. Chikorita. Hey, nog een Shinx. En. Reverse Holo. Swampert. Zo, Phantom. Sick. Is dit een bekende playlist voor jullie, jongens? Ja. Beetje al. Nou, we hebben 5 holo / reverse holo kaartjes uit de eerste. Ja, maar Lucario kun je niet meerekenen. Nee, dan 4. Mew! Miauw. Oh. Zou het dan wat zijn als je de Mewtwo eruit krijgt? Zo, dat zou toch sick zijn? Nou, code. Dan hebben we de mooie Mew natuurlijk. Ik vind die wel sick. Ik heb nog steeds geen enkele Pikachu gepakt voor mezelf. Dat is eigenlijk ook wel slecht. Hebben we nog dubbele bij deze? Ja, weer de Pikachu en zo. Zullen we nu dan de Pikachu als laatste doen, jongens? Ja. Waar is deze muziek van eigenlijk? Of course, Zelda. Ik had het kunnen weten. Hey,
Hey, een wit kaartje, joh. Ik weet ook niet meer precies of nou was dat als het de witte is dat je nou sicke loot zou krijgen of niet. Ik weet het even niet zeker. Water energy. Macarno, ja, die hebben we al. Nessa, Swallow bedoel ik, wauw. Execute! Wobat. Beldum. Blitzel. Milkery. Lycanroc! Reverse Holo Lycanroc. Trouwens, dat licht op de kaart is een fucking slecht. Zie ik nu pas. Zo beter? Ja, een soort van. Oeh, ja. En... Holo Tarnodus. Sick. Twee holo. Sick. Nou ja, reverse holo en normale holo. Beter dan niks. Ja. Ik vind Lycanroc wel cool. Oké. Greninja. Ik schurs. Oh, het pakje gaat kapot. Oh jee. Hij scheurt aan alle kanten open, behalve de goeie. Oh jee, ja. Zul je altijd zien. Ja. Oké. Luxray. Standler. Valerie! Aan de ene kant wil ik er zelf ook wel een hebben, maar... Swanna! Tierno. Skrull. Pitilul. Froakie! Electrobuzz. Een Ferroseed. Holo Luxray. Maar we hadden toch al een vette Luxray? Nee. Je had de normale Luxray en nu de Holo. Ja. We hebben nu de reverse Holo en de normale Holo. Want de Holo die kwam uit dat pakje van mijn moeder. Dat is wel nice. Maar het zijn wel volgens mij twee verschillende packs waar ze uitkomen. Ja. Oké. I want Swanna. Ik ga daar even over nadenken, maar ik denk dat je hem wel mag hebben hoor. Hey, een witte. Volgens mij is het als het wit is, dan is hij goed, dacht ik. Maar... Normale energy. Nou ja, electric energy. En Quillfish. Pokekid! Energy Surge. Baltoy. Celindit. Alone and Ponyta. Minchino. Sobble. Holo Quickball? Oké, okay, reverse holo. Oh mijn god, wat is dit? Oh, Celebi! Oh mijn god, dat is Celebi! Oh, die is sick! Sick! Hey, best voor last, toch? Hè? Huh? Best voor last? Ja, en nou ja, we hebben nog een Pikachu. Ja, oké, maar... Tweede Funky. Ja. Je zei wel, we eindigen Legendary. Nou, dat... Dat heb je nu sowieso al gedaan. Ja. Oh, daar ben ik echt blij mee. Alleen nog een Pikachu? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk moet het Pikachu pakje wel eigenlijk even... Eigenlijk moet het Pikachu pakje wel even... Een speciale Pikachu geven nog wel. Ja. Maar die Celebi, daar ben ik wel echt heel blij mee. Het is een groene achterkant in ieder geval. Er zal niet heel veel speciaals in zitten in ieder geval.
mode. En energy. Opal. Metang. Hebben we al. Globopus hebben we ook al. Wobbat. Talo. Charmander, die hebben we ook al. Wooper hadden we ook al. Milkery. Oh, hey. Reverse Holo Milkery. En helaas. Een. Hoe heet het? Barak. Baras. Ja. Waarom zijn die Pokémon namen zo moeilijk om uit te spellen, jongens? Uitspreken. Laat eens zien. Goed. Oké, ik ben aan het struggelen. Barrascuda. Dat. Ah, geen Pikachu, maar we hebben er wel een aantal echt leuke kaarten uitgekregen. Zo, we hebben weer een aardig stapeltje aan kaarten. Nou, we hebben dus een aantal reverse holo. Celebi, Luxray, Lycanroc, Mew natuurlijk, Phantom, Who. Er zijn wel sikke kaarten uitgekomen, though. Ik ben er wel blij mee. Het kan beter, maar het kan ook veel slechter, zo kun je het altijd denken. Ja, precies. Kijk, Anti had gisteren echt insane veel geluk, dat ik echt zoiets had van, hallo? Ja, maar het is gewoon puur, wat wordt er in die bakjes gepleurd? En als er gewoon een random systeem wat het selecteert. Ja. Dus men kan zeggen van, ja, dit en dat is goed, maar het is gewoon puur random. Ja, nou het enige is dat ze in heel veel pakjes doen ze dus die codekaart. En in principe is het zo dat als je een groene krijgt, dan is het niet goed. En als je een witte krijgt, dan is die in principe theoretisch gezien goed. Maar ja, dat niet in alle pakjes. Sommige pakjes hebben dus wel alleen maar één kleur, zeg maar. Ja, maar hij had ook heel veel pakjes. Dat is zeker waar. Dus op zich is het niet echt te vergelijken natuurlijk. Hij had ook wel insane veel pakjes die ik kon openen. Hij had ook verschillende tints en dan had hij nog zo'n Japanse tin of zo'n Japanse box waar weet ik het hoeveel pakjes in zaten. Sowieso is het ook wel weer leuk om lekker wat Pokémon kaartjes te openen.